Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 maart 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Een bijzonder laat met de uitzending, vandaar ook een wat korte uitzending. Ik had vandaag alweer allerlei werkjes te doen. Nou ja, het is alleen maar goed. Het moment dat ik dit nu inspreek is dus, schrik niet, 7:15 op vrijdagavond. Vandaag hebben we weer mossen, dit keer met extra letters R tussen de snelheden om de ontvangstprogramma's vanzelf te laten synchroniseren. Verder is er een plaatje in SSTV BW12 aan het eind van de uitzending. Vandaag werd ik door PDNL-MNO getipt over een bericht als zou er bij het examen in gisteren op 2 maart gefraudeerd zijn. Mogelijk zou het examen zelfs overgedaan moeten worden. Ik kan iedereen echter geruststellen, bij de Stichting Radio-examens is hiervan dus niets bekend. Een broodje aap. Ik heb vanochtend dus contact gehad met de secretaris van de stichting, Henk Vrolijk. Henk kan ook iedereen verzekeren dat alles conform de regels is afgehandeld. De heer Anema van agentschap Telecom was daarbij aanwezig. Henk voegt verder toe dat het N-examen dit keer waarschijnlijk voor veel mensen wat makkelijker is uitgevallen. Dit was doordat meerdere vragen zijn gebruikt die ook te vinden zijn op een site als bijvoorbeeld hamradio.nl. De vragen voor de examens worden overigens niet door de stichting, maar door agentschap Telecom samengesteld. Hamnieuws.nl heeft nog een leuk artikel over whisperactiviteit op 2 meter. Ik citeer, in Groningen zijn enkele zendamateurs begonnen met whisper. Spreek uit whisper, maar je schrijft inderdaad WSPR, 4 letters. Enkele amateurs zijn dus begonnen met experimenten in de 2 meter band. Hier wordt de frequentie 144.4905 voor gebruikt. De schaal staat dan op 144.4890. Whisper is vooral bekend als de modulatie op de HF-banden en kan gebruikt worden om propagatie- en antennemetingen te doen. Inmiddels zijn er 10 zendamateurs in de regio actief en spreidt de activiteit zich ook uit naar andere regio's. Ook vanuit Friesland en Drenthe komt er langzaam wat activiteit. Hoog tijd om wat aandacht aan dit experiment te schenken, dat vind ik ook. Zodat ook andere delen van Nederland meedoen. Op de Facebookpagina van Papa India 4 Kilo Sierra Tango is meer informatie te vinden. En op Hamnieuws natuurlijk ook. Ja, Whisper is een automatische modulatiesoort bedacht door Nobelprijswinnaar Joe Taylor. En het werkt met low power. Vaak worden er Raspberry Pis of Arduino's voor gebruikt. Misschien ook iets om op 50 en op 70 MHz te proberen. Nou, bovenstaande tekst was dus van hamnieuws.nl. Vanavond om 9 uur is er weer de uitzending van PI4AA op PI2NOS in Midden-Nederland op 145.325 en op 70.73 in de 40 meterband plus minus QRM. De verenigingszender van de Wereld gaat vanavond in op het merkwaardige gebrek aan System Fusion repeaters in Nederland, juist op een moment waarop dat systeem steeds populairder lijkt te worden. Verder vertelt Joost, P1RMN, wat meer over het systeem DAB+. Dat is systeem voor digitale radio, maar dat zal iedereen weten. Joost heeft enig recht van spreken, omdat hij zich ook beroepsmatig met de materie bezighoudt. Daarnaast zijn er weer de gebruikelijke rubrieken als Nieuws, DX en ook aandacht voor en door vrouwelijke hamoperators ontbreekt dit keer niet. Jaap, Papa Alpha 7 Delta Alpha, mailde mij dat hij op 12 maart al vertrekt naar Aruba. Deze call is nog niet helemaal zeker, maar als het goed is komt hij uit onder P40DA of anders onder P4-PA7DA. Mogelijk activeert hij daar ook het California Lighthouse. Jaap mailt dat er ook een jubileumstation actief is onder de call P40AUA. Dit vanwege 30 jaar aparte status van Aruba binnen het Koninkrijk. Ik ben trouwens door behoorlijk wat mensen gemaild die geslaagd zijn voor het N- of het F-examen. Dat vind ik geweldig leuk. Iedereen nog van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat ik jullie snel op een van de banden of op deze repeater tegenkom. Ja, vanwege tijdgebrek heb ik vandaag helaas opnieuw geen tijd, of bij deze uitzending opnieuw geen tijd, om de berichten van de listener call in te monteren. Ik zal dat echt goed maken door die berichten in de late uitzending vanavond op te nemen. En daarnaast ook in het weekend nog een keer uit te zenden. Zoals ik al zei, vanavond dus ook de late uitzending, na die van PI4AA, de uitzending van PA00 Nieuws, is te horen vanaf 11:30 op de repeater PI3UTR.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Dat is griezelig. Ja, echt wel. Zo dan. Maar niet zo griezelig als PA0ETE, als die zo dadelijk de inmelders weer te woord staat.